Ik ben Miel Knuts, ik werk bij Hubertusvereniging Vlaanderen. En onze organisatie is partner van het Interreg Partridge Project. Dat is een internationale samenwerking tussen verschillende Europese landen waarin we experimenteren met beheermaatregelen voor de patrijs. Eén zo'n beheermaatregel is het toedienen van extra wintervoedsel voor de patrijs. Toedienen van extra voedsel, dat doen we in voedertonnen. En eens voedertonnen in het veld staan, is het belangrijk dat ze goed onderhouden worden. Het onderhoud van voedertonnen is belangrijk omdat er eventueel problemen, zoals vocht in de voederton of een omgewaaide voederton, kan optreden. Eens dat voedertonnen opgesteld staan in het veld, is het belangrijk dat je de voedertonnen goed onderhoudt. Zo kan je problemen die eventueel kunnen ontstaan, tijdig opmerken en oplossen. In gebieden waar roofvogels, kraaiachtigen en duiven een probleem vormen, doe je er goed aan om rond de voedertonnen een schapengaas te spannen. Schapengaas dat dicht genoeg is om de roofvogels buiten te houden, maar groot genoeg zodat de patrijzen erdoor kunnen. Hier hebben we bijvoorbeeld een draad met een maaswijdte van 12 bij 12 centimeter. Een belangrijk aandachtspunt om ervoor te zorgen dat ratten minder gemakkelijk gebruik maken van het voedersysteem, is het hanteren van de correcte hoogte van het voedersysteem. De correcte hoogte is namelijk 26 centimeter vanaf de grond tot het voedersysteem. Indien je het lager doet, dan kunnen ratten toch nog gemakkelijk bij het graan. Ga je hoger dan 26 centimeter, dan kunnen patrijzen niet meer tot bij het graan, maar enkel fazanten. Belangrijk bij het onderhoud van voedertonnen is dat je de ton regelmatig over een kleine afstand verplaatst. En dat is belangrijk omdat ratten dan minder snel de ton zullen vinden, maar in tegenstelling tot wat velen denken, zullen patrijzen de ton toch nog snel vinden. Verplaats de ton ongeveer zo'n 20 meter van de startlocatie, maar ga zeker niet verder. Nog een reden voor het regelmatig verplaatsen van de voederton is het voorkomen van een ophoping van uitwerpselen van de patrijzen onder de ton. En die uitwerpselen kunnen namelijk parasieten geven die de patrijzen onderling kunnen doorgeven. En de ideale frequentie voor het verplaatsen van de voedertonnen is 7 dagen. Nog een handige tip, gebruik voedertonnen die niet te groot zijn, zoals deze. Deze is ongeveer 20 à 30 liter groot. Dat is handig, want anders worden voedertonnen te zwaar om regelmatig te verplaatsen.